een beetje verliefde blik te doen. Herken je dat gevoel? Het is niet helemaal rationeel te verklaren, maar ik vind dit... Ja, dit heeft wel iets, hè. Dit is wel, ik vind het een mooie auto, E-coupé. Alhoewel, als je er langer naar kijkt, ga je ook weer dingen zien die wat minder gaaf zijn. Daarvoor hebben we misschien een klein stukje achtergrond nodig. We hebben natuurlijk de C-coupé, E-coupé, S-coupé. S-coupé kan je eigenlijk niet normaal achterin zitten. Een C-coupé weet ik niet, heb ik niet geprobeerd. Maar deze is redelijk qua ruimte achterin. Hoofdruimte, nou, bij een panoramadak in deze wagen. Dan heb je iets minder hoofdruimte. Maar het is best oké. Maar als je dan naar de daklijn kijkt, denk je, ja, dat had net iets meer coupé moeten zijn. Maar dat zijn van die kleine dingen. Misschien is de eerste verliefdheid dan voorbij. Hè? Dat je dan toch ook die kleine foutjes bij iemand of bij een auto gaat zien. Mooi, hè? Ja, ik niet, maar de auto. Maar er zijn een aantal dingen die ik wil even laten zien. Kijk, hoe herken je een E- of een C-coupé? Eigenlijk dit speldje. Dit heeft de C-coupé niet en de E-coupé wel. En als je nou eens goed naar het dak kijkt, dan denk je... Ja, eigenlijk had hij net eventjes wat verder naar, zeg maar, iets lager moeten zijn. Maar goed, dat is gezegd. Ik heb hem lekker vies gemaakt. Maar het is wel gewoon een mooie auto. Even een paar specifieke AMG-punten hier aan de achterkant. Voor de E53 krijgt, dan vind ik serieus wel mooi. Echt gewoon, ja, dit vind ik van die jachtgeweer uitlaten. Gewoon twee dubbele, grote, dikke pijpen, wil ik zeggen. Voorkant, hij heeft eigenlijk een beetje de voorkant die ook gewoon lijkt op de E63. Dus heeft wel die specifieke grill met die twee zilveren spijlen. En dan ben ik altijd weer even kwijt of de E63 ook van dat zwarte gaas heeft of juist niet. Maar goed, in ieder geval, het is wel een echte AMG. Gewoon om te zien. Gewoon lekker dik. Lekker dik, toch? Maar ik vind dit wel echt een mooie package. Mooie uitvoering. Gewoon zo in het wit. Een beetje zwarte accenten binnen interieur. Waar ik erg fan van ben. Dit soort dingen. Rode gordels. Rode stiksels hier in het leer en de deurpanelen. Het gaat ook alleen de deurpanelen, want als we hier verder kijken, achter zijn deze stiksels wit. I kid you not. Lijkt me een foutje, maar misschien heeft daar iemand ooit een keer over nagedacht. Maar terug naar de auto zelf. Ik vind dit gewoon echt een gave, lekkere uitvoering. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt, huh? Een E53? We hadden toch al de E43? Klopt, we hadden de E63 en een E63S. Was er nog ruimte voor nog iets? Nee, eigenlijk niet. Maar de E43 is feitelijk, zeg maar, nou ja, weggebonjourd. We hebben nu deze als een soort opvolger. Het is eigenlijk rij een beetje voor lul als je nog een E43 rijdt. Maar goed, dat, ja, weet je, ja, je kan niet altijd meegaan in die stroom van modellen natuurlijk bij Mercedes. Dat snap ik op zich ook wel. Maar dit is ook een volledig nieuw blok. Die E43 van een V6 blok, dus dan staan de cilinders zo. Ik ga even sturen weer, want het vliegt weer de bocht uit. Dit is een 6-in-lijn blok en dat is natuurlijk toch wel mooi. Dat is natuurlijk, ja, BMW al traditioneel onbekend stond, maar die bouwen alleen nog maar 4 cilinders en 3 cilinders met hybride meuk. De hybride meuk zit hier ook op, maar op een manier die eigenlijk best wel weer grappig geïmplementeerd is. Net zoals bij Lexus, maar je hebt geen stekker nodig om elektrisch te kunnen rijden. Eigenlijk kan deze auto helemaal niet elektrisch rijden, maar we hebben een EQ Boost Start Dynamo. Die zit, als ik het goed heb, tussen de bak en het motorblok. En anders corrigeer me, maak je me helemaal af in de comments. En hij gebruikt een 48 volt boordnet om, nou ja, meer energie terug te winnen natuurlijk. Maar ook om, ja, net even een beetje een zetje te geven. Extra koppel, maar bijvoorbeeld ook met start-stop en het zeilen en uitrijden bij een verkeerslicht. Ja, dat doet hij allemaal wel lekker soepel. Dat je niet zo, ik heb niet zo heel erg door wanneer je nou precies de motor aan en uit zet. Zo, dat is natuurlijk eigenlijk hoe je dat wil. Oeh, bochie. Eigenlijk een heel saai verhaal over een hele gave auto, over dit soort technologie. Maar het is toch wel mooi. Oh, klinkt goed. Het is ook echt, het klinkt gewoon echt lekker. Maar
betekent dat die auto wat zuiniger is. Saai, boeien, interesseert ons niet. Maar ook dat hij tot 22 pk overboost krijgt. Saai, boeien, want ja, dit soort vermogens, nog niet eens genoemd, maar dit soort vermogens maakt het eigenlijk niet uit. Ook 250 Nm extra koppel. Dat merk je natuurlijk wel. Hij is inderdaad wel echt potent. 6 in lijn, 3 liter groot. Hij heeft ook nog een elektrisch supercharger en een turbo. Dus hij heeft ook wat minder. Even tussen de dode beest hier. Serieus, alleen helemaal dode beest hier op de weg. Dus ook relatief weinig turbo gehad. 435 pk. Dan moet ik even over de newtonmeters nadenken. Dat weet ik niet meer. Maar dat maakt feitelijk niet zoveel uit. Maar ook veel natuurlijk. Het zal iets van 450 zijn. Maar ik ga het zo wel uitzoeken. Ik ga het zo voor je uitzoeken. Kom graag terug. En we denken dat hij ook echt serieus snel is. Wat wel apart is. Deze auto is natuurlijk. Ja, het is geen E63. Je ziet dat er dan toch sommige keuzes zijn gemaakt. Door AMG, om duidelijk te maken dat dit, nou ja, instapper, dat is een beetje grof gezegd, maar in ieder geval niet de big daddy is. We hebben bijvoorbeeld geen race start, dus hè, die launch control. Alhoewel, hij komt goed uit de startblokken, echt goed, 4,5 seconden naar de 100. Pakt hij dat momentum, zeg maar, van dat schakelmoment ook echt, dat je denkt, hoofd vliegt naar achteren. Erg gaaf gedaan. Topsnelheid natuurlijk weer begrensd op 250 km per uur en je kunt AMG Drivers Package. En dan vond ik twee waardes. Hij gaat dan of naar 270 of naar 290 km per uur. En het mooie is, deze auto zou het moeten hebben volgens de optielijst, maar heeft het niet. Luister even, oh, dit is zo mooi, lekker schakelen nu, kastje. Loopt wel mooi door, echt wel een lekker blok. Klinkt ook echt goed, had ik dat al gezegd, klinkt echt goed. Ja, net als de E63 krijgt de E53 ook die 4MATIC Plus. En dat betekent een mooie nieuwe versie van de vierwielaandrijving. Maar waar we bij de E63 echt volledige bandenrook konden genereren door de driftmodus te kiezen, mag dat in de E53 niet. Hij heeft die modus niet. Dat betekent dus dat je dus eigenlijk altijd met vierwielaandrijving rijdt, met intelligente vierwielaandrijving. En je weet het, intelligente dingen zijn eigenlijk altijd minder leuk. Waren. Dus in dit geval natuurlijk eigenlijk ook zo is dat hij natuurlijk best veel kracht ook naar voren gooit om tractie en grip en zo te houden. Je kunt er wel een klein driftje mee wagen, maar een donutje vind je niet zo leuk. Formatic, nu niet beschikbaar. Oh, zou je denken. Kan je makkelijker driften, maar dat is volgens mij niet zo. Ga toch nog even proberen. Computer says no. Dit was natuurlijk ook misbruik. Dit ga je ook helemaal niet zo. Goed, dat was waar oude AMG is natuurlijk wel lekkerder, dat je dan gewoon even domme hooligan kon uithangen. Dat mag dus niet. Ik vind hem echt leuk. Serieus, ik had hem meteen toen ik erin wegreed. Ik liep erop af en dacht, ik vind het echt gewoon een mooie auto. Sorry als je het niet met me eens bent, maar smaakverschillen. Ook gewoon het rijden, is gewoon een lekkere, fijne auto. Met alle goodies en gadgets die een Mercedes-Benz concern heeft, of Mercedes-AMG heeft. Dus adaptieve cruise control en hij kan een beetje zelf sturen. En Apple CarPlay, wat dan ook weer slecht werkt. Want interessant is, we hebben wel een heel groot scherm. Twee van die grote schermen die elkaar overlopen hier zo voor mij. Maar dit is geen touchscreen. En hoe je het dan wel bedient? Wie wil je bellen? Kasper Heij. Ik bel Kasper Heij. Mobiele nummer. Nu wel verstand van CarPlay.
Ja. Meneer Karsen, goedemiddag. Dag meneer Heijen. Ja, we zijn even Apple CarPlay aan het testen. Dacht, ja, alles goed? Ja, hij vroeg wie wil je bellen. En toen zei ik Casper Heij. Want jij hebt onwijs veel verstand van Apple CarPlay. Dus ik heb een vraag. Als je geen touchscreen hebt, is het dan handig, Apple CarPlay? Als je geen touchscreen hebt? Ja. Dat weet ik niet, dat heb ik nooit geprobeerd. Maar dan zit je in een auto zonder touchscreen? Ja, ja. Klote, hè? Wat zit je bij dan? Ja, een of andere E53 AMG. Zeg maar, het is de auto die geen E63 is. Die auto. Maar heeft dus ook geen touchscreen. Dat is eigenlijk een beetje jammer. Nee, het lijkt me wel onhandig. Ik gebruik toch wel wat touchfuncties. Maar kan je niet gewoon met zo'n MMI-ding dan een beetje fatsoenlijk... of ja, MMI heet het niet bij Mercedes, maar... Ja, als ik hier op druk, dan... Maar goed, dat zijn kleinigheidjes. Aan zich is dit wel echt een mooi stukje technologie. Hè? Ook de versnellingsbak. Ik ga nu naar de 8, 9. 9 traps automaat. Het grappige is, ik heb er weinig last van. Soms met die bakken met ontzettend veel versnellingen duurt het zo lang voordat die terugschakelt. Dan moet hij veel nadenken. En dat is hier echt niet eigenlijk. Valt gewoon reuze mee. Dus dit is wel een lekker pakketje. Prijs willen jullie natuurlijk ook weten. Ja, 120. Grosso modo, ja, die prijzen zijn natuurlijk allemaal een beetje aan verandering onderhevig, zeg maar, de laatste maanden met WLTP en belastingen, nou, noem maar op. Dat is wel serieus geld. Deze auto, als ik de optielijst moet geloven, dan zit de AMG Drivers Package op. Dat zit er niet op, dus ik vertrouw hem niet helemaal. Kost 150. Het is wel gewoon lekker uitgerust. Behalve dat Drivers Package is volgens mij niet per se iets wat ik mis. Maar dat roept dan natuurlijk wel de vraag of, ja, moet je dit dan hebben of een E63? E63 is wel weer een klap duurder. Hè? Je hebt de E63 zonder S, die is 167. Eigenlijk koopt denk ik niemand in Nederland, iedereen doet dan gewoon een E63 S. 177, er zit wel gewoon 50.000 euro verschil tussen. Zeg maar, ja, kun je ook een leuke A-klasse verkopen. Geen A35, maar wel gewoon een leuke A-klasse. Of een hele kale C-klasse. Of een jong gebruikte E-klas. Nou ja, zo kan ik even doorgaan. Maar dus dat verschil is significant. Verschil in prestatie is denk ik ook wel significant. Overigens, de coupé is alleen nog maar nu als E53 te krijgen. De sedan en de Estate. Terwijl ook nog als E63 en E63S te krijgen. Dus die vergelijking qua prijs is misschien ook niet helemaal eerlijk. Maar goed, dan heb je een beetje een idee. Ja, voor wie is dit nou wat? Ja, voor mij! Ik wil hem hebben! Nee, ik vind hem wel echt te duur nu nog even. Ik kan een soort crowdfunding doen. Nee, maar het is wel een mooie combinatie tussen chic en sportief. En van dit soort coupés zijn er ook weer niet waanzinnig veel. BMW 8-serie coupé is feitelijk natuurlijk zeg maar weer een maatje groter, maatje duurder geworden. In ieder geval een naamgeving. Ik weet niet of ze daadwerkelijk veel groter zijn, maar ja, Audi S5. Ja, dus dat is eigenlijk gebaseerd op de A4, dus meer 4-serie coupé. 4-serie coupé concurrent. Dus er zit ook weer zo'n grappige niche waar Mercedes in zit. Dus het is, ja, voor wie is deze auto? Voor mensen die niet per se hoeven te bewijzen dat ze een V8 hebben. Want dat heeft hij namelijk niet, gewoon die 6 in lijn. Het is wel gewoon echt een heerlijke auto. Klein puntje van kritiek wel, hij heeft composietremmen, maar ik merk het al, hij vrij fors ook, 370 mm op de vooras. Dat zou eigenlijk redelijk moeten zijn voor een auto zoals deze. Maar ik merkte met wat boemen wel, ik zit er toch gewoon echt wel warm stook, die al wat bijgeluiden gaat horen, een beetje fading. Zou voor mij één tandje heftiger mogen. En dan zijn we een beetje op zoek naar een conclusie voor deze auto. Ik word daar hebberig van. Ik echt, serieus, zoals ik de video begon, dat is toch wel een auto om een beetje verliefd op geworden. Ja, dat is het wel. Ik vind hem mooi. Ik vind deze uitvoering ook mooi. Hij heeft een beetje wit leer en dan die rode gordels. Wat ik al gezegd, die rode gordels. Ik vind het echt mooi. Maar ja,
voor 120 mil of voor 150 mil, hè, als we inclusief opties doen. Er zijn natuurlijk ook wel andere auto's die een beetje, ook met een zescilinder, sportief, niet echt een grote achterbank, waarbij je eigenlijk meer dit gevoel hebt. Dat je denkt, oh, die motor zit achter mij, ik kan lekker gewoon sportief rijden. Dat is misschien ook wel een concurrent voor een auto zoals deze. Voor in ieder geval AMG-versie. Natuurlijk niet als je de E250 diesel neemt of iets dergelijks. Ik weet niet of die variant er is, maar... Dus als je mij diep in mijn hart kijkt en vraagt, dit of een 911? Ja, dan misschien toch maar een 911. Wat eigenlijk ook weer zonde is, dat veel te veel mensen denken, want dit is wel echt een lekkere auto. Ik zal even een keer die launch control doen die geen launch control is. Dan kun je ook even meekijken hoe dat gaat met die... Ik kom even in de ESP Sport, daar stond die al. Ik doe nou bewust mijn hoofd even. Ik kan er gewoon bijna niet stil aan. Max Verstappen kan natuurlijk wel, die heeft hele sterke nekspieren. Maar wij watjes kunnen dat niet. Echt zo'n leuke auto. Ik ga die 911 toch afbestellen, denk ik.